Yo kijkers van Gewoon Gerlof, leuk jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag zitten wij op Oxys PvP. Ik ben hier samen met Kees en met Rocky. Rocky is Engels en ja, Kees die kennen jullie wel. Wij gaan jullie even het eiland laten zien. Nou, het ziet er al best wel vet uit. Daar beneden hebben wij al een cactusvorm. Kees, daar was jij mee bezig toch? Ja. Oké, momenteel zijn wij Island level 13. Oké, laat ik eventjes loot pakken. Ah, het is al redelijk wat cactus. Hij gaat op zich wel goed. Slash cell al op 3.1k erbij, dus dat is super lekker. Ja, we maken hem gewoon super hoog. Ik ga zo meteen eventjes samen met Rocky gaan wij dit helemaal vol zetten, zodat wij super veel ruimte hebben om hier forms neer te zetten. Dus dat gaan wij eerst even doen. Drop zeker even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je nieuw bent. Binnenkort ga ik ook een rank weggeven op deze server, dus wees hype voor dat. Oké, als je slash spawn komt, dan kunnen we even kijken of we kunnen handelen. Wat heb je allemaal? Ben jij stacked? Want wij zijn echt noobs. Ik ga op zich best lekker inderdaad. Welk eiland level ben je? Ik ben een laag level, maar dat point ik op het moment niet. Ik ben nu gewoon een beetje aan het rondkloten. Ik ben niet per se daarop aan het richten. Wat is ik je heb een casino gebouwd. Level dan? Mijn eiland level is op het moment 23, maar ik heb nog best wel veel vels licht thuis. En wat zou ik met jou kunnen traden, zeg maar? Van alles. Ik kan jou geld geven. Ik heb op het moment 323k. Zo. En heb je ook oors en zo die wij kunnen plaatsen? Ja. Even, wacht, ik volg jou. Oh ja, je mag. Kom maar. Jazeker. Ik heb gold heb op het moment in mijn inventory. Ik heb heel veel gold. Ik zie nu 3 stacks. Mag ik het zien? Want ik ga je niet scammen hoor. Ik plaats het wel, dan is het heel makkelijk. Als je bijvoorbeeld op de grond gooit of zo, dan blijf ik gewoon op afstandje zodat jij het gewoon kan pakken. Ja, ik vertrouw je wel. Oké, dat zijn veel. Ik vertrouw je, maar ik pak even op voor clear lag. Ja, klopt. Je mag. Ik weet niet, je mag gewoon misschien wat van mijn set hebben. Ik wou net zeggen, jij hebt toch zo'n YouTube? Ik heb een mooie hero kit. Je hebt een hero kit, oké. Okay, heb je toevallig... Er zit fire respect op, hè? Oeh, nice. Ja, ik zat te denken, ik wil één ding heel graag hebben. Dat was... Je hebt niet toevallig een fly perk of zo. Zo'n kaartje of zo dat je aan nee, iemand... maar als ik hem heb, dan wil ik hem wel aan jou geven, want dat kan ik misschien wel regelen met de owner. Dus... Ja, want fly dat mis ik hier echt heel erg. Als jij mij die oors geeft en een deel van die 330k, dan wil ik wel zorgen dat jij fly perk krijgt. Al de oors die ik heb op dit moment. Ja. Dat zijn dan... Wij willen graag... nummer 1, dat gaat... Ja, dat is toch zo moeilijk, hè? Wij willen hoger worden. En als ik jou helemaal leeg kan trekken, dan zou dat fijn zijn. Laten we even zeggen. Dan praten we over 3 stacks gold en 21. Bijna 2 stacks... Dit zijn allemaal blocks, hè? Bijna 2 stacks diamond. Ongeveer een stack iron. En heb ik zo weinig emerald nu? Oh, en dan nog een stack emerald. Oké. En, Ik wil wel een tag voor jou kopen, als je dat leuk vindt. Kijk mijn chat. Oh, die heb je al. Oké. Ik wil misschien wel kijken voor een fly perk voor jou dan. Oké, dus een fly perk en dan nog... ik denk dat een fly perk op zich, want dat is volgens mij 8 euro of zo. Ja, dat is wel 8 euro, people. Dat is inderdaad aardig wat... Dan ga ik dat voor jou regelen. En dat ga ik gewoon voor jou regelen. Nou, dan wil ik jou als deal geven voor die fly perk. Geef ik jou... Je hebt er heel veel profijt van, hè? Je kan heel veel dingen doen. Ja, I know, maar ik mis het echt. Want soms dan ben ik bijvoorbeeld dat aan het bouwen, zo'n heel platform. Of moet ik daaronder nog wat bouwen. En dan moet ik de hele tijd met water gaan kloten. En dat vind ik echt zeer vervelend. Ja. Dus dan wil ik jou geven een... Drop me the money, baby. Ja, dan zou ik jou willen geven... Oh ja. Dan geef ik jou... omdat je nog Gerlof bent, geef ik jou 3 stacks gold. Ja. 1 stack dia plus een kwart en dan nog 1 stack emerald blocks.
Oké, okay, en flyper. Ook nog wat voor die van die 330k of zo, 50k erbij, zoiets? 30k, geef ik er dan nog bij. Ah, oké, okay, dat is wel. Ja? Ja. Oké, okay, okay, we gaan doen. Geef ik jou gewoon eerst de vels en dan komt later die flyper, of kan ja, je dan nu... Ja, heb je vandaag nog de flyper. Heb ik vandaag nog de flyper? Oké. Okay. Ja, ik vertrouw je, omdat je op enigszins wel aardig wat subs hebt, vind ik persoonlijk. Dus dan kijken we... Helemaal top. Top. Ja, dan top. Nog een stack emeralds. En ja. Oh ja. Dus dit en ja. Een kwart hiervan. En ja, dan... Maar. Jongens, dan ga ik even de oors plaatsen en dan zie ik jullie in de volgende clip. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. You'll shake and... Stel je voor, je hebt een iron golem farm, toch? Wat een drukte, hè? Ja. Stel je voor, je hebt dus een iron golem farm. Je klikt één keer met deze wand op die chest. Dan zijn al die ingots zijn in blocks veranderd en dan kan je gelijk slash cell doen. Holy shit. Ja, dan klik je één keer linker muisknop en dan zijn ze gelijk in blocks. Okay. Zoals je ziet, weer wat blocks. Dat is wel heel cool. Ja. Heb jij ook gewoon geld en oors wat ik kan krijgen? Heb je wat over? Ik heb 2 creeper spanners. Oh, kom maar. Kom maar. Kom maar. Alleen die verkoop ik, hè? Ja, ja, ja. Ik heb gold apples. Kom maar. Een sec. At the moment hebben we dit allemaal, maar ik kan wat iron golems voor kijken of ik daar wat uit kan krijgen. Ja, doe maar. Er zitten 36 bloks in. Ja, dat is ook dat is allemaal welkom. Kom, ik heb 39 bloks voor je. Oh, wacht trouwens, kan jij zeggen in de chat, Gox is selling a coincidence wand, PM him for your offer. Dat mensen die wand van mij kunnen kopen. Oké, wacht. Geef me de bloks maar, dan typ ik het voor je. Ja, wacht, waar ben je? Hallo? Oh, ja. Krijg je die? Ja, natuurlijk. Ze geeft me allemaal papier. Ik dacht dat het een ding was. Ja, geld. Dat zijn gelddingetje. Ja. Oké, jongens. We zijn bij Jitse, het grootste eiland op de server. Nou ja, laat maar zien. Kan ik hier slash fly? Ja. Ja, ik kan geen slash fly, maar... Okay. Nou, dit zijn de villagers hier. Jezus, hé. Ja, dit is ja. We hebben ook zo'n minion eronder staan. En die pakt dan zeg maar alles op. En dan pleurt hij ineens kist. Yo, die wil ik ook. Hoeveel is die? 5 euro volgens mij. Oh, die moet je dus gewoon halen uit de Minecraft. Oh. Ja. Oké. Okay. En alle IG's. Dat zijn redelijk wat IG's. Ja. En een Blaze. Ja, dit is gewoon ziek veel. Dit is echt bizar. En onze blokstacks, als je die wil zien, die staan hier. 15.000. Heb jij misschien wel blokken voor mij? Of, Ja hoor. Hier, kom maar. Oké, ik ben benieuwd. Wat Jitse ons gaat geven, jongens. Ik ben benieuwd. Give me the money. Ja, lekker voor hem, lekker voor hem. Ja, we moeten weer leuk doen. Alsjeblieft. Holy shit, en dat krijg je dus even uit die dingen. Ja, dat zo is 10 snel minuten. Gaat dat. 10 minuten. Ja. What the fuck. Hier zijn jullie sowieso lang mee bezig geweest. Ja, we hadden één speler één spannen vanaf het begin. En ja, dus we bouwen iets zeg maar op. Holy shit, dit gaat ons sowieso ook helpen om hoger te komen. We staan nu al nummer 10, hè? Ik zou zeggen, drop de spawner en ik geef jou 94k. Ja, de chat is heel druk, maar jongens, dit is zijn bericht. Even kijken of het een echt een goede... Ja, het is een village spawner. Wacht. Wat is dat? Spawner. 16 village spawners? Hoeveel heb jij er? Wacht, ik pay je eerst. 1000, alsjeblieft man. Holy shit. Maar... Een village spawner is 4 miljoen waard. What the fuck? Oké, okay, nou ja. Goeie deal, Avalon, Ducheat L. Dankjewel voor deze toffe spanners. Als je een screenshot wil, dat kan. En je zult jezelf zeker terugzien in de video. Thanks, man. Oké, mensen. Na heel lang gespeeld te hebben, wij zijn nu Island level 365. We hebben een Iron Golem spanner. We hebben hier villagers.
hebben een cactus. Ja, deze cactus, ja, het is gewoon, ja, voor de fun. Het brengt niet zo heel veel geld meer op, maar op zich, het is wat. En deze villagers, die werken heel erg efficiënt. En ja, ze gaan gewoon super snel. Ook hebben we hier de Iron Golem, die gewoon lekker doorgaat burnen. We hebben nog maar één spanner, maar ja, er is een begin. Ook laat ik jullie nog even de top van ons eiland zien. Kijk, dit is onze de elevator, zeg maar. Gaan we zo omhoog vliegen. Hebben. Nou, we hebben hier dus redelijk wat M-portal op ons eiland. We hebben hier wat koeien en stuff. De koeien spawner. Ja, we hebben gewoon nog wat spullen. Maar het gaat dus best wel lekker. Ik hoop dat jullie deze serie leuk vinden. Drop dan zeker even een duimpje omhoog. En ja, laat ook weten of je mijn eiland wilt joinen, want wij hebben nog wel wat plekken. En dan, ja, drop zeker een like. Kom op de server play.oxyspvp.org. Het is een superleuke server. Ze gunnen superveel mensen. En ja, het is gewoon een leuke server. En het is Skyblock. Het is niet heel nieuws op mijn kanaal, maar ik hoop dat jullie het leuk vinden. Drop dan zeker een duimpje omhoog. En dan op dat belletje ook zeker. Join de notification squad. En dan zie ik jullie bij mijn volgende video. Later mensen.